De absolute waarheid over hoe brokers en banken zoveel geld verdienen aan de gewone belegger. En ik zal je een geheimje verklappen over hoe jij zoveel mogelijk winst overhoudt na de absurde commissiekosten. Even een vergelijking om je te laten zien hoe belangrijk het is om de juiste broker uit te kiezen. Stel je voor, je hebt hartproblemen en er is iets niet in orde. Zou je dan liever naar de huisarts gaan of naar de hartchirurg? De hartchirurg natuurlijk. Dus waarom zou je dan willen beleggen bij een bank? Zou je niet beter kunnen kiezen voor een broker die zich alleen bezighoudt met beleggen, een specialist en niet met allerlei andere zaken, zoals een generalist en bovendien aan deze specialist ook nog eens een fractie van de kosten kwijt bent die deze generalist rekent. Het verschil tussen een dure en een goedkope broker kan duizenden euro's aan commissiekosten zijn. En het ergste is nog dat ze ongemerkt te werk gaan, zodat de meeste beleggers niks doorhebben. Op het moment dat slimme beleggers hier achter komen, nemen ze gelijk actie en stappen ze over. Ben jij een slimme belegger? Als je dat bent, dan heb ik een brokeronderzoek voor jou samengesteld. Zo kun je zien of jouw broker goed is of dat je een oor wordt aangenaaid. Als je mijn brokeronderzoek gratis wilt ontvangen, klik dan op de onderstaande link en je gaat naar deze pagina. En kom erachter hoe goed of hoe fout jouw broker is. In het brokeronderzoek zul je een lijstje vinden met brokers en hun verborgen kosten. Zo kun je precies zien of het tijd is om over te stappen. Het is natuurlijk de bedoeling dat jij zoveel mogelijk winst maakt. Klik op de onderstaande link en je gaat naar deze pagina. En je ontvangt Mijn brokeronderzoek gratis.